We maken heel veel gebruik van Microsoft OneNote en Teams. We maken heel veel gebruik van Teams voor communicatie en voor het doorsturen van bijvoorbeeld opdrachten, taken en toetsen naar leerlingen. En voor directe communicatie tussen leerlingen en personeelsleden. OneNote wordt bij ons heel veel gebruikt voor het publiceren of het aanmaken van lesmaterialen. Dus ter vervanging van handboeken gaan we via die weg content maken en aan onze leerlingen bezorgen. De meerwaarde voor onze leerlingen is dat zij zeer snel aan de slag kunnen gaan, dat zij zeer vlot over informatie beschikken en dat ze dat zowel op hun pc als op hun smartphone thuis kunnen gebruiken. Voor onze leerkrachten voelen OneNote en Teams als heel intuïtieve apps aan. Ten opzichte van de klassiekere leerplatformen die wij voordien gebruikten, zijn er veel minder obstakels in het dagelijks gebruik. Wat dat voor ons als school wel belangrijk is, is omdat we toch al enige ervaring hebben met gebruik van zowel Teams als OneNote in de klas, is dat we eigenlijk dat ondertussen gemakkelijk kunnen plooien naar onze eigen pedagogische visie. En de software laat ook toe om zaken te gaan aanpassen en te gaan uitbreiden op basis van wat we nodig hebben voor onze leerlingen en voor onze lessen. Ik kan zeker het gebruik van OneNote en Teams aanraden aan andere scholen, omdat het mogelijk maakt om je eigen pedagogische visie ook op een softwarematige manier te gaan uitrollen in de school.